10 minuutjes. 10 minuutjes. Oké. Okay. Allereerst Lagaim. Dat is de prachtige shiur of de brief van de Rebbe. En de inspirerende woorden. De brief is ook inspirerend. Van Rabijn Forst. Een kleine anekdote die mij deed denken. Aan het begin werd gesproken over een brief van een... Een jonge man, die een kind eigenlijk op laag niveau, maar een ingewikkelde brief. Ik herinner mij, en ik wil wat dingen vertellen die specifiek hier op Nederland betrekking hebben. Ik herinner me iemand die heeft aan de Rebbe gevraagd, en dat toont zijn grootheid, onder andere toont dat zijn grootheid. Die vroeg aan de Rebbe, ik heb die brief zelf gezien, en het antwoord, een hele belangrijke vraag. Het was een man al redelijk op leeftijd. Dat is geen helemaal niet, in de 20. En dat is een hele belangrijke vraag. En wat was zijn vraag? Hij heeft aan de Rebbe gevraagd, wat moet ik mijn zusje voor cadeautje geven op haar verjaardag? Ja, daarmee denk je, daar moet je de Rebbe lastig vallen. Het antwoord was bijna 2 A4'tjes, waarin de Rebbe heeft uitgelegd welk cadeau hij aan zijn zus moest geven. Voor deze jongen, ik denk dat de meeste mensen als ze zo'n vraag voorgelegd krijgen, onzin. Maar voor deze jongen was dit minstens net zo belangrijk als voor iemand op een van de briljante professor. Ieder op zijn eigen niveau waarderen en voor hem klaarstaan. Als ik kijk naar mezelf, dan is het meestal zo geweest dat... als ik de Rebbe iets vroeg, er geen antwoord kwam. Meestal, niet altijd. Geen antwoord kwam. Dan kwam ik zelf tot een bepaalde conclusie. Dat ik misschien toch zus en zo moet doen. En dan een dag daarvoor of een dag daarna kwam een broger van de Rebbe met het advies om dat en dat te doen. Met andere woorden, de Rebbe zit overal... wil van de mens ook dat hij zelf doet. Chabad is chochma bina daad, je verstand gebruiken, maar wel gebaseerd op de leren, de lering, de lessen zoals die Rebbe heeft gegeven. Nou, dit geldt voor mij persoonlijk, dat ik dat zo steeds beleefd heb, dingen heb besloten en al net een dag ervoor of een dag daarna het antwoord kwam toen ik al besloten had. Maar hetzelfde is ook in de shlichut, mijn werk die ik hier mag doen. In Nederland. Wat ik deed is, en dat deden we allemaal, we stuurden een doeg, een maand, beschreven de Rebbe, precies alles wat we deden. En dan kreeg je een afloop als er iets bijgesteld moet worden, of iets anders kreeg je daar een reactie op. Maar meestal was het de Shura Scheen, de Rebbe gaf blijk van zijn tevredenheid in deze. En je ging dus weer verder. Maar soms gebeurde het ook dat de Rebbe iets belangrijks wilde meedelen. En dan ging het als op een indirecte manier. Ik herinner mij dat ik bij de Rebbe was. En een vraag had over in hoeverre we nou moeten samenwerken met de bestaande kehilles. Moeten we iets apart doen van Chabad, wel of niet, samenwerken. En toen... was ik bij Godakov, dat was de secretaris van de Rebbe. En een secretaris, moet u niet denken, een secretaresse achter een typemachine. Nee, dat waren grote geleerden. Ja, een van de Rebbe Godakov, de hoofdsecretaris van de Rebbe. En die heeft me omstandig uitgelegd. Het is, Chabad moet bouwen. Soms moet je alles van nul bouwen, er is niks. Maar als er iets is, een structuur, dan moet je proberen die structuur te steunen. Daarin een deel van te zijn. En soms moet je helemaal niet vermelden dat het van de Rebbe afkomstig is. Als het maar gebeurt. In Israël is een organisatie, ik heb een tijdje gewoond, voor Tarat HaMishpacha, huwelijkswetgeving. Dat was bijna helemaal een Chabad-beweging. Maar nergens kwam het woord Chabad voor. Om maar het doel te bereiken. Het verspreiden van Yiddishkeit. Dan kan ik vraag stellen. Weet de Rebbe dan wel wat er speelt hier in Nederland? Ik was een keer op een verbrengen, een kiddush, een receptie in Londen. En
Tijdens die receptie was er Dayan Fischer. Dayan Fischer was een van de Dayanim, een van de rechters, een van de grote geleerden van het London Bedien. Hij was net met pensioen. En waarom hij daar was, bij die kiddush, na afloop van de shuldienst in Beit Chabad, in het Chabadhuis in Londen, weet ik niet. Maar hij was daar, kreeg natuurlijk de COVID de eer om vooraan te zitten. En hij was verre van Chabad. Had niets met Chabad. Maar toch kwam hij daar. En hij zei het volgende, ik zal het nooit vergeten. Hij vertelde, nu ben ik met pensioen. Nu hoef ik me met geen politiek meer bezig te houden. En ga ik jullie iets vertellen. Ik ben bij de Rebbe geweest. En de Rebbe heeft met mij gesproken. En ik was toen 25 jaar werkzaam in Engeland. En de Rebbe heeft met mij gesproken over de Joodse gemeenschap in Engeland. Die hij tot het kleinste details. Niet alleen hoe, wat er ging, maar gedetailleerd wist hij alles. Wat is waar, wie, waar en hoe. En ik was toen 25 jaar al hier in Engeland werkzaam. Ik dacht ik alles wist. Maar de Rebbe wist het veel en veel beter nog dan ik zelf. En daar was ik zeer veel onder de indruk. En dat is hier ook. Je ziet dus, en ik zal geen, je ziet soms dat de Rebbe, en ik heb het verschillende keren meegemaakt, zo precies snapt wat er gaande is. Mensen waarvan ik denk, nou, die zijn daar en daar geschikt voor. En de Rebbe plots een hele andere wending geeft. En achteraf zie je, hé, hij had gelijk. Ik wil eens delen. En omdat ik maar 5 minuutjes had, zal ik het daarmee afronden. Maar omdat ik zoveel mensen hier zie, afkomstig uit het zuiden des lands, uit Limburg, wil ik iets vertellen wat hier gebeurd is. In Limburg. Hoe lang geleden, dat herinner ik me niet, want het is slecht met getallen, maar we praten nog zeker over zo'n 30 à 35 jaar geleden. Wat gebeurde er? In Maastricht, de Limburgers weten dat, woont een zekere meneer Wesley. Een hotelmagnaat. En meneer Wesley had de idee gevat om een stichting op te richten. Ik heb toen nog die naam mogen bedenken. Die stichting heet Toda Rabba. Dank u wel. En die stichting had tot doel om 1 keer per jaar een hooggeplaatst iemand die veel voor Israël en voor de Joden, Joodse gemeenschap gedaan heeft, te eren. Die zou dan naar Israël gaan. Daar ontvangen worden door de president van Israël, was toen nog Herzog. En daaromheen zou een reis georganiseerd worden. Mee mogen gaan. Een hele week, een heel programma. En die persoon, die ene persoon wordt geëerd. En iedereen mag mee. En dat is een hele week. En wat is de bedoeling van die week? Kennis te maken, laten maken met het land Israël. En een van de doelen die meneer Wesley had, was ook heel bewust. Het Geide was toen net opgericht. Had toen ook al financiële problemen. Dat ja, ik daar wat lezingen zou geven. En hopelijk mensen zou kunnen krijgen om financieel het Geide te ondersteunen. Nou, dat die eerste reis, degene die geëerd werd, was de toenmalige gouverneur van Limburg. En de gouverneur van Limburg, de commissaris van de koningin, die reed een eigen auto. Iedereen wilde er graag meegaan. Dus je had allemaal burgemeesters uit de regio, kamerleden. Want iedereen deed van de wand. In de wandelgangen worden de beslissingen genomen. Die had een vergunning nodig, die wilde wat anders. Iedereen had wel wat en iedereen wilde graag aanwezig zijn om die andere mensen te leren kennen. Netwerk heet zoiets. Dat was een bijzonder indrukwekkende reis. Een 2 touringcars hadden we. We hadden Nederlandse gidsen en bij de president geweest. En ik heb daar gigantisch profijt van gehad. Maar nou was de vraag bij mij, voor ik ging, mag ik hier wel naartoe gaan? Is het wel gepast om als rabbijn, of als een jonge man, met mijn vrouw weliswaar, daar naartoe te gaan? In Limburg zijn soms een beetje frivol, speciaal als het mooi weer is en als wat gedronken wordt.
past het dat ik, we zouden alleen maar naar Gladkoosje hotels gaan, past het dat ik daar aan meedoe? Weet u, toen we aankwamen, was er een gids, zo'n twee gidsen, rekenden. Ze vielen bijna achterover van verbazing. Dus tussen al die Limburgers en allemaal niet-Joodse mensen, dat plotseling een jonge rabbijn liep met een baard en een hoed op. Ze wist niet wat ze zei. Wat doe jij hier, vroegen ze me. Ik heb de rebbe gevraagd, mag ik daar naartoe gaan? Je weet toch, het zuiden, carnaval leeft altijd daar in het zuiden, vrolijk, de tsniut, de ingetogenheid, de preutsheid, de kleding, zal niet altijd zijn, comme il faut. En ik heb de rebbe gevraagd. En de rebbe heeft geantwoord, brogen gegeven, en zo heb ik die reis gemaakt en wat gigantisch succesvol geweest. Tot vandaag de dag heb ik daarmee netwerk aan te danken. Toen contacten gemaakt die ik dan nu weer kan gebruiken voor allerlei andere dingen. Helemaal opgebouwd. Dat was eclatant succes. Dat kon niet mooier zijn. Mooi om waar te zijn. Een paar jaar later heeft de Westie weer zo'n reis georganiseerd. En uiteraard word ik weer meegevraagd om te komen. Ik en mijn vrouw om mee te komen. Dus eigenlijk een beetje pro forma heb ik de rebbe verwittigd dat ik weer ga. En om een brogen gevraagd, een zegen. Geen antwoord. Nou, dat de organisatie was al een jaar van tevoren. Dus een paar maanden later heb ik nog een keer gevraagd. Geen antwoord. Ik snapte dat niet. De rebbe had, ik heb nog een keer geschreven naar de rebbe, telefoon. Ja, toen nog geen faxen en zo, of misschien net de fax, nee, niet eens nog. Ja, brieven stuurde je, ja, dan expresbrief gestuurd. Dat ik nu toch wel veel moet zeggen aan de organisatie, of ik wel of niet meekom. En dat het van de vorige keer de rebbe een brog heeft gegeven, dat het een eclatant succes. Ik heb dan zoveel betekenen voor de Joodse gemeenschap, door die contacten van toen, hè, die parlementariërs, alles wat er was. Geen antwoord. Ik wist niet wat ik moest doen. Toen dacht ik, nou misschien wil de rebbe niet, het was namelijk in die tijd, in die week zou Purim vallen. Misschien wil de rebbe niet dat ik Purim van huis ben. Want Shabbat, Yom Tov, nu zijn mijn vrouw altijd weg, heel vaak weg, toen nooit. Shabbat was bij ons voor de kinderen. De enige dag in de week dat we echt met z'n allen konden zijn, dat was bij mij. Shabbat is altijd heilig, maar ook heilig om thuis te blijven. Gasten ja, maar weggaan nee. Dus ik dacht, misschien wil de rebbe niet dat ik met Purim weg ben. Dus ik heb weer geschreven, ik begrijp dat de rebbe waarschijnlijk niet wil dat ik Purim weg ben. Maar hebben besloten, mijn vrouw gaat niet mee, zij blijft thuis met de kinderen voor Purim. Geen antwoord. Nou, dacht ik, misschien wil de rebbe gewoon dat ik ook thuis ben met Purim. Dus ik heb geschreven, misschien heb ik een idee, waarschijnlijk is het niet goed dat ik Purim weg ben, dan ga ik na Purim, dan ben ik er 5 van de 7 dagen, ben ik er 4 dagen en 3 dagen mis ik, ben ik er niet. Geen antwoord. Nou, dan word je redelijk nerveus, dat moet georganiseerd worden, er wordt eigenlijk wel heel speciaal voor mij ook voor alles gecreëerd, gemaakt, opdat ik contacten kan leggen en netwerken opbouwen, wat belangrijk is voor de Joodse gemeenschap. En ik heb toen helemaal in paniek gebeld, nogmaals, naar Benjamin Klein. Dat was een van de secretarissen van de Rebbe. En ik heb een probleem uitgelegd. Ik zeg, ik snap helemaal niets van. Dat was zo succesvol. De Rebbe een brogen gegeven. Ik had nooit gedacht de Rebbe zou zeggen ga. Maar ja. En dus precies hetzelfde. En er komt geen antwoord. Hij zou mijn brief bovenop de stapel leggen. Dus hebben de Rebbe die proef boven de stapel gelegd, heeft de Rebbe geattendeerd op de brief, en de Rebbe heeft zo gedaan met zijn hand, nee. Ik me Westie verteld, ik ga niet mee. Want de Rebbe heeft me gezegd, ik mag niet meegaan. Hij geeft geen brogen. Hij heeft niet gezegd, ik mag niet meegaan. Hij weigerde een braga, een zegen te geven. Mensen, waarom? No clue. Geen enkel idee. Waarom zou ik daar nog niet naartoe mogen als het zo succesvol is geweest? En er was totaal niets anders deze keer als de keer dat ik mee was. Maar goed,
Als de Rebbe zegt, weigert duidelijk een braga te geven, dan ga je niet. Een paar jaar later krijg ik een telefoon van een journalist van de Telegraaf. U weet wel, die krant die soms zo aardig over mensen kan schrijven. En ze vroegen mij of het klopte dat ik met die reis geweest. Met die reis naar Israël. Ik zeg, nee. Oké, dan niet. Wat was aan de hand? Tijdens die reis is er gezwendeld met vergunningen. Dus iedereen probeerde, jij krijgt dit, en dan krijg jij een vergunning, zei die burgemeester, en die andere keer dat. Er is van alles gezwendeld. Niet door meneer Wesley, helemaal niet, en zeker niet door iedereen. Maar wel door een flink aantal mensen. Een aantal burgemeesters is ontslagen. Een aantal van hen is in de gevangenis beland. Parlementarissen moeten terugtrekken. Stel je voor dat ik daar ook aanwezig zou zijn geweest. Dan had ik vanavond niet meer voor deze Zoom-bijeenkomst u mogen vertellen over het enorme inzicht van de Rebbe. Hoe hij dingen kon inschatten en op zijn plaats stellen. En die telefoon van de Telegraaf was 8 jaar nadat die reis heeft plaatsgevonden. Toen kwam dat allemaal naar buiten. Er is ook een boek over verschenen, iets van de zwendel in Limburg. Als ik daar was geweest. Hoe de Rebbe het weet, maar dat is een Rebbe. Hij kent iedereen, weet iedereen. Toen ik als jongetje, vrij jong, ik veel, was ik 18, 19, was ik met Rosser, met Jontef in New York. Daar zijn duizenden mensen. De Rebbe stuurt naar mijn vader een brief. Hij schrijft mijn vader, antwoord op dingen die hij gevraagd heeft. Ik heb uw zoon hier gezien. Nou, hoe dat kan, weet ik niet. En hij wenste mijn vader veel nagels, veel vreugde van zijn zoon. Ik wens alle lagaien. En ik hoop, en als we gaan kijken naar het Nederlandse jodendom, dat de inspiratie, de kracht die de Rebbe heeft ingestopt, dat die steeds zullen mogen groeien en groeien. En of het nou wel onder de naam van de Rebbe, of wel of niet onder de naam van Chabad, als er maar groeit, we stijgen spiritueel en steeds dichter zullen komen tot Bias Mashiach Tzidkenu, de komst van de Mashiach. Lachaim, lachaim, lachaim. En dank aan de organisatoren, Rabijn Forst Junior en Rabijn Katzman, voor het organiseren van deze mooie bijeenkomst. Hartelijk dank op Rabijn Jacobs voor deze geweldige woorden. Wij gaan nu een stuk kijken van een film die in 2014 is uitgezonden op de EO. Zinvol.